Democraten, welkom op ons congres. Iets later, iets met brand, maar het is allemaal veilig. In het jaar 1966, aan het Schouwburgplein hier in Rotterdam, een nieuw groot gebouw. En u merkte net bij de binnenkomst, echt een groot gebouw, hè? Want we hadden wat tijd nodig om binnen te komen. De wederopbouw van deze stad kreeg steeds verder vorm. En een groot cultureel centrum in het midden van de stad kon natuurlijk niet uitblijven. Het Polygoonjournaal toen sprak zelfs van, na 26 jaar heeft Rotterdam zijn doelen bereikt. En in datzelfde jaar, 1966, maar dan in die andere stad, ander kengetal, richtte een ongeruste groep Nederlanders Democraten 66 op. De na de oorlog teruggekeerde verzuiling en de daarbij horende vastgelopen politieke systeem was de oorzaak van die ongerustheid. Het appel en een nieuwe politieke partij was het antwoord. Stagnerende vooruitgang. Een politiek die geen verantwoordelijkheid neemt. En politici die vooral met zichzelf bezig zijn. Dat was het recept voor onrust, voor boosheid en voor gebrek aan vertrouwen. Dat mensen ongerust zijn, is begrijpelijk. Nog maar een jaar geleden ging dit congres niet door. Weet u nog? Corona gooide geroet in het eten. Een jaar geleden was er een oorlog op dit Europese continent, een ondenkbare realiteit. En in alle eerlijkheid, ik had echt een jaar geleden niet kunnen bedenken dat er een republikeinse partij in de Verenigde Staten erin zouden slagen het recht op abortus af te schaffen. Die wereld van ons verandert in hoog tempo. En dat heeft grote gevolgen voor mensen. Waar handelen noodzaak is, komt de politiek in actie. Coronasteun, prijsplafond en sancties tegen Poetin. En daarbij pleegt de politiek die noodzakelijke achterstallig onderhoud. En dat doen we dankzij een goed regeerakkoord. Een heel goed regeerakkoord. Maar er is meer nodig. Want, en ik citeer, iedereen verschaft zich problemen net niet groot om er overheen te kijken naar een onbereikbaar beter leven. Zo luidt de dichtregel van Judith Hetzberg. Soms lijkt het alsof we alleen maar die kleine problemen zien. De problemen van vandaag, misschien nog die van morgen. Terwijl wij als D66, tweede partij van het land, ons moeten richten op die grote vraag. Grote problemen aanpakken kan ook door klein te handelen. Dicht bij huis, in de eigen buurt, in de eigen straat. Veel D66'ers doen dat iedere dag. Of je nu raadslid bent, actief bent in het netwerk of meedenkt bij een themaafdeling. De drive die ik zie bij al die raadsleden, bij al die bestuursleden door het land, maakt echt het verschil. Want actief zijn binnen D66 is nooit een doel op zichzelf. Het staat in het teken, wat mij betreft, van iets groters. Alle energie die wij in het werk voor D66 en Nederland stoppen, heeft echt effect. Met 30.000 D66'ers en als tweede partij van het land klinkt onze stem luider dan ooit. Het is dan ook onze opdracht om te werken aan herstel van vertrouwen in de politiek. En dat doen we door in contact te treden met mensen. Dat doen we straks weer vol energie in die campagnetijd voor de Provinciale Staten. Want ik krijg in ieder geval de energie voor als ik die kandidaten en die lijsttrekkers zie. Maar niet alleen in campagnetijd moeten we die straat op. Ook nu en vooral ook daarna. Niet voor niets is het doel van het strategisch plan dat wij als landelijk bestuur hebben opgesteld. Dat doel. Wij willen een vereniging waar iedereen mee kan doen. Het is een plan dat we maakten met vele, vele leden. Uit netwerken, uit verschillende afdelingen. Met jonge en minder jonge democraten. Het plan is de leidraad voor de komende jaren. Voor een D66 waar echt iedereen kan meedoen. Graag wil ik even langs drie lijnen dit plan met u nog een keer doornemen. Maar niet voordat ik heb gezegd, is dat dit geen plan is alleen
van het landelijk bestuur of het landelijk bureau. Want realiseert u zich wat dat we kiezen voor een compacte partijorganisatie met heel veel ruimte voor uw leden en in de afdelingen. U en ik zullen dit echt samen moeten doen. In de eerste plaats werken we aan een inclusieve vereniging waar iedereen mee moet kunnen doen. Want we willen de grote uitdagingen aankunnen. We hebben echt ook iedereen nodig. Daarom werken we op tal van terreinen aan die vereniging. We willen mensen zich kunnen herkennen in wie wij zijn. En u ziet dat ook steeds meer op veel plekken terug. Daar ben ik trots op. Met verschillende soorten activiteiten, andere sprekers en meer bewustwording. We hebben de meest diverse kamerfractie en kabinetsploeg ooit. En de nieuwe training. Inderdaad, trots hierop zijn. Heel goed. En er is een nieuwe training in de online D66 Academie. Vandaag op het congres kunt u ook zo'n training live volgen. En op 10 december, zet het in uw agenda, is het eerste D66 Diversiteits- en Inclusie-event. Kom. Het nieuwe kompas, inclusie, gaat ons de komende jaren helpen om dat weer verder uit te bouwen. Maar het vraagt meer. Het vereist dat wij zelf naar buiten gaan. Dat brengt mij bij de tweede pilaar van ons plan, wat ik graag met u wil bespreken. Als actieve D66 in Utrecht die ik ben, maar ook later als wethouder, vond ik het altijd belangrijk om juist die verbinding te maken met mensen en organisaties binnen en buiten de partij. Uiteindelijk zit je namelijk in de politiek om de goede dingen te doen voor de mensen. Daarom gaan we nog meer werk maken van onze verbinding met die samenleving. Route 66 bezocht slachtoffers van de overstromingen in Limburg vorig jaar. Afdelingen als Rotterdam, maar ook Heemskerk en Hilversum gaan juist in gesprek met die mensen die niet vanzelfsprekend D66 stemmen. En dat vraagt om leiderschap van ons allen hier aanwezig. Want als wij vertrouwen willen herstellen, moeten wij als politiek de eerste stap durven te zetten. We zetten hier al op in, door ook bij die trainingen aan de nieuwe politici van ons op zoek te gaan naar de drijfveer, om die verbinding te maken met de mensen. Al 1000 D66'ers volgden de online training Leiderschap. Ze gingen op zoek naar wat hun persoonlijke motivatie is om die politiek in te gaan. Hun verhalen zichtbaar te maken. En dat leidt tot herkenbaarheid voor mensen. Ook de commissie Nieuw Leiderschap biedt ons een frisse blik op de rol van politici in de samenleving. Dit stuk kan echt een inspiratiebron zijn, en zo moeten we het ook gebruiken voor de gesprekken die we voeren in de afdelingen door het land heen en de opleidingen die we organiseren. En ik wil de leden van deze commissie dan ook heel hartelijk bedanken voor hun werk. Mooi applaus zou ik daarvoor willen krijgen. En in de derde plaats wil ik graag met u stilstaan bij een professionele en een bruisende vereniging. De laatste pijler van ons strategisch plan. We moeten blijven werken aan een goede organisatie. We versterken onze netwerken. We investeren in sterke regio's en afdelingen. En we investeren in, en ik kan het niet meer dan onderstrepen, in talentontwikkeling. En de motie die opriep om de partijvoorzitter voortaan te betalen, nemen wij ons zeer te harte om de bestuurlijke kant van de partij goed onder de loep te nemen. We komen volgend jaar met een voorstel bij u terug. Juist in tijden dat er hard, echt hard in de politiek aan toe gaat, is het van belang om hard, met die T, hard, voor elkaar te hebben. We hebben elkaar heel hard nodig. Zorgvuldig met elkaar omgaan. Dat moeten we doen. En dat we elkaar aanspreken als het even niet zo gaat. Natuurlijk hebben we die meldstructuren. Is er een uitgebreid netwerk van vertrouwenspersonen, adviezen van het team, verantwoord gedrag en een commissie die zaken kan onderzoeken. En natuurlijk gaan we dat evalueren en zo nodig verbeteren. Maar de basis blijft wat mij betreft, is dat we netjes met elkaar omgaan. En dat we elkaar blijven aanspreken als dat nodig is.
En dat is voor mij ook echt een professionele en bruisende vereniging. Laten we dat met elkaar blijven doen. En nu ik toch heb over die professionele vereniging, wil ik graag al die hardwerkende medewerkers van het Landelijk Bureau en de fracties en al die vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt, is dat wij vandaag hier ons congres hebben. Heel veel dank daarvoor. Mooi, zult u denken. Werkt u hier maar aan, meneer de voorzitter. Maar dat is niet genoeg. Want zoals ik al zei, wij zijn een vereniging. Vereniging D66. Wij moeten dit samen doen. En dat kan op tal van manieren. Word actief bij die themaafdeling. Ontmoet gelijkgestemden bij een netwerk en ga mee op campagne. Het is zo leuk. En ja, dat kan nu ook al, hè? Dat kan nu ook al. Bijvoorbeeld nu in Voorne aan Zee, waar volgende week verkiezingen zijn. En ik wil heel veel succes wensen aan Liesje, onze lijsttrekker daar, die er vandaag niet is, omdat ze op campagne is. Laten we een applaus geven voor Liesje, tot ze het hoort. En straks om 11 uur, als u niet Rotterdam in gaat, kunt u kennis maken met veel partijnetwerken en zo een eerste stap daarin zetten. Het is de themamarkt die dan wordt georganiseerd. Ja, toen in 1966 Rotterdam zijn zogenaamde doelen bereikte, was de stad nog verre van af. Nog vele gebouwen moesten gebouwd worden. De Rotterdam zelf, de Maastoren en recent nog de Zalmhaventoren. Ook is het D66 van 2022 nog verre van af. Ook wij hebben onze doelen nog niet allemaal bereikt. En daarom werken we aan een vereniging waar iedereen kan meedoen. Iedereen. Zodat we sterker worden. Daar heeft u recht op en daar heeft zeker onze kiezer recht op. Ik wens u een prachtig congres. En overigens ben ik van mening dat cannabis gelegaliseerd moet worden. Ja.